De gemeente Nijmegen gaat meer doen tegen de overlast op en rond het Joris Ivensplein. Omwonenden ervaren al jaren overlast van onder andere daklozen, jongeren, dealers en sekswerkers. De afgelopen tijd werd er al meer gesurveilleerd door politie en BOA's, maar dat heeft niet genoeg geholpen, erkent burgemeester Bruls nu. Daarom komen er nu extra beveiligingscamera's en worden onder meer jeugdcoaches ingezet. In het najaar gaat de burgemeester dan weer met buurtbewoners in gesprek om de situatie te bespreken.